morgen begint de rechtszaak. En daarom nog een extra beeld, die 298 stoelen. Hier gaat het over. Wij veroordelen niemand. We willen gerechtigheid. De ambassade staat daar, hier tegenover. Ja. Ik neem aan dat ze meekijken. Maar veel meer weet ik niet. Maar ik hoop dat ze in beweging komen. En ik hoop dan de ambassadeur gewoon naar buiten komt en ons allemaal eens een hand komt geven. Maar dat gebeurt dus niet. Maar dat zou wel natuurlijk mooi zijn geweest. Denk je dat ze kijken? Jazeker. Ze hebben al eerder gekeken. En ze hebben zelfs een keer gezien dat we een brief wouden afgeven. Toen deden ze niet open. En later hebben ze een grote mond van, dan hadden we hem zeker aangenomen. Dus de volgende leugen. Triest, maar het is zo. Wie zijn jullie verloren? Onze zoon Sjors Pijnenburg en zijn vriendin Christy van de Schoor. Sjors was 24 en Christy was 25 jaar. Dit waren de stoelen. Ja. Ja. Hadden hier nooit mogen staan, maar het is zo. En dan is het toch mooi dat we dat kunnen doen om de Russen een beetje wakker te houden. Een beetje of ze een schuldgevoel aanpraten, dat geloof ik niet, maar... Het zal toch wel ergens prikken en daar doen we het voor. Ik ben ook blij dat ik hier ben, want je staat toch voor de mensen, voor de slachtoffers. En het is nodig dat die herdacht worden en zeker aan de vooravond van het proces van de MH17. Ja, morgen begint de rechtszaak en daarom nog een extra beeld, die 298 stoelen. Hier gaat het over en ja, laat maar... Ja. Kom met de waarheid. De gerechtigheid, die zouden we heel graag willen weten. Hoe kijken jullie daar naartoe? Ja, de rechtszaak, daar wordt recht gesproken. Dus wij hopen dat er meer duidelijk wordt wat er gebeurd is. En wij hopen dus dat het geen bewuste keus was om een burgervliegtuig neer te schieten. Dat zou wel een fijn resultaat zijn. Want... Als blijkt dat het bewuste keuze was om een passagiersvliegtuig naar beneden te schieten, ja, dan komt er voor ons een nieuwe fase en die zal best moeilijk worden. Nou, het is goed dat morgen begint en ik weet dat jaren zal gaan duren, maar misschien komt er na al die jaren toch een rechtvaardiging dat we kunnen rust vinden in alles wat er is gebeurd. Ja. Dat we weer rust krijgen. Zolang het speelt, dan heb je ook geen rust. Het houdt je toch bezig, ja. Maar Bart en Astrid zijn hier. Die zijn hier. Daarom. Die zijn hier en die blijven altijd bij ons. Ze zitten altijd in onze rugzak. En gaat het ons goed, dan zwaaien ze in een vlaggetje achter in de rugzak mee. En soms is het vlaggetje weg en dan denk ik van, och, ze zijn even samen.